Hey allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. In de titel kon je al even lezen dat ik een reismasker wil maken. En daarvoor gebruik ik verschillende dingen zoals argan oil, olijfolie, kokosmelk. Ik wou bijna zeggen rijst, maar dit is mijn staafmixer. En die staafmixer die ga ik gebruiken om het rijst te blenden. Dat zie je straks allemaal. En ik gebruik natuurlijk gewoon rijst, want ja... Bro, het is een rijstmasker. En niet iets bijzonders. Dit was spannende rijst wat ik nog thuis had. En ik had nog een beetje restjes gewoon van mijn andere grote zak rijst. Dus ik dacht, dit ga ik gewoon mixen. Because we ain't about to waste anything. Anyway, ik begin eerst met mijn rijst te wassen. Maar ik laat jullie nog even zien. Ja, ik weet niet eens of je echt goed kan zien hoeveel dit is. En ik had eigenlijk ook te veel rijst. Dus misschien was één kopje genoeg. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb eerst mijn rijst gewassen en daarna gevuld met water waarvan ik wist dat het veel te veel was om je rijst nog gewoon goed te laten lukken. Daarna heb ik dat op vuur gezet om te koken. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet eens hoe lang ik dit heb gekookt. Dus ja, je kookt gewoon totdat je het ziet borrelen. Wanneer het begint te borrelen, dan gaat het vanzelf wel, weet je, minder worden, zachter. Niet minder. Rijst wordt juist minder, maar ik bedoel het water wordt minder. Je gaat zien dat het een beetje op pap gaat lijken. En wanneer je een beetje deze consistency hebt, dat je denkt, hé, dit lijkt op rijstpap, dan zit je wel goed. Ja. Ik heb hem daarna wel laten afkoelen, because I have better things to do. Maar ik weet ook niet of het heel handig was om hem heel heet te gaan blenden, gewoon voor je veiligheid. Maar ja, ik heb deze dus even laten afkoelen. En ik dacht, ik gooi gewoon alles bij elkaar, weet je, van... Gewoon rijst bij elkaar. Boter, wou ik zeggen. Is geen boter. Melk bij elkaar. Olie erbij. En in één keer gewoon blenden. En ik moet ook even erbij zeggen. Dat dit wel even duurde. I ain't gonna lie to you. Nee, het duurde wel even. In de video's die ik zeg maar als referentie hiervoor gebruikte. Deden mensen dit in een magic bullet. Als ik het goed heb. Of in ieder geval iets dat daarop leek. Die heb ik niet. Dus ik dacht, ik doe het gewoon, weet je, ik doe het met wat ik heb, wat ik ken. Maar ik weet niet of de resultaten dan ook anders zijn, you know? Dus als ik het niet vergeet, zet ik ook nog even de video's die ik hiervoor heb bekeken hieronder. Maar als ik het vergeet, alsjeblieft, zeg het tegen me. Van girl, what are you doing? Show us the video. Oké? Dit heb ik nog wel even gedaan hoor, voordat ik dacht van, ja man, dit is wat ik nodig heb. Want zo leek het gewoon creamy toch? Maar wanneer je het ging uitsmeren, zie je dat? Zie je die kleine korreltjes? Ja, die hebben mij dus gebankt. Maar dat zie je later in deze video van, I tried man, I tried. Oh ja, misschien ook niet onhandig om te weten waarom ik eigenlijk een rijstmasker doe. Rijst? Nee, ik moet het goed zeggen. Dus een... Een paar weken geleden is het inmiddels, denk ik. Kreeg ik een berichtje op Instagram van... Hey, weet je, wil je een keer een video maken over rijstwater? Was het toch? Correct me if I'm wrong, you know who you are. Maar toen dacht ik, ja, dat is iets dat ik eigenlijk al zeker een jaar wil doen. But I'm lazy, man. Van, omdat ik dus dacht van... Rijstwater moet je meerdere keren doen. Of ik weet niet, ik vond het... Een heel ingewikkeld iets. En ik dacht van, like, why? Maar toen ik dus dit aan het maken was, toen dacht ik, dit is veel ingewikkelder dan rijstwater. Maar ja, dat terzijde. Ik dacht dus van, weet je, laat me even gewoon kijken van hoe en wat. En rijst blijkt dus heel veel proteïne te bevatten. Like, I didn't know. Like, I love protein. Niet te veel. Maar ik weet wel dat proteïne helpen om je haar te versterken. En... Ik dacht, ja, dat heb ik wel nodig, want zoals je misschien al weet, I'm on a hair journey to healthy hair. Want mijn haar is aan de voorkant gewoon helemaal kapot. En droog, wou ik zeggen, maar dat heeft er niks mee te maken, dat doe ik zelf. Nee, mijn haar die is best wel wat uitgevallen en zo. Dus daardoor wil ik zelf eigenlijk ook wel gewoon proteïnebehandelingen doen. Maar er zit van alles in rijstwater, zoals vitamine, mineralen. In rijstwater zeg ik nu.
Maar er zit van alles in rijst, zoals vitamine, mineralen, eiwitten, antioxidanten, aminozuren. Vraag me niet wat die dingen allemaal voor je doen, want ik heb geen idee. Ik lees dit letterlijk gewoon van een artikel. Wat rijst dus wel voor je haar kan doen, dus rijstwater ook al, hè, maar ik heb nu dus gewoon een masker gemaakt. Die geeft je haar dus weer, weet je, betere elasticiteit. Dus het helpt met versterken door die eiwitten. Het geeft je haar dus een betere elasticiteit. En het geeft je haar ook gewoon een glans en volume. Oh ja, pause. Op dit moment kwam ik er dus even achter dat er gewoon rijstkorrels in mijn haar zaten. Ik dacht dat ik het best wel goed had gemixt, maar nee. Just now. Maar ja, ben ik nou gewoon abrupt gestopt met vertellen wat er goed was aan rijst? Ik hoop dat het wel duidelijk is dat rijst gewoon goed voor je haar kan zijn. Niet te gek, niet te veel. Als ik dus zoiets als dit rijstmasker zou doen, zou ik het ook gewoon één keer in de maand doen. Net als hoe ik alle andere proteïnebehandelingen doe. Maar ja, ik had dus dit goedje. Ik had dus deze mix gewoon helemaal mijn haar gedaan. En ik moet zeggen, het rook zo lekker door die kokosmelk. Want dat was gewoon het ding dat ik nodig had in mijn leven, denk ik. Maar ja, ik heb dus die kokosmelk erin. En die heeft ook veel olie. Die geeft ook veel olie af. En natuurlijk ook die andere olie. Dus mijn haar voelde zo lekker geolied aan. Ik hou van het gevoel, hè. Ik hou ervan. Heb ik het idee dat ik gewoon iets doe voor mijn haar. Weet je, dat ik mijn haar wat liefde geef. Maar ja, als dat iets te enthousiast is voor jou, dan kan je die kokosmelk gewoon weglaten. En dan doe je alleen die olie. En je kan gewoon één olie doen, maar I was just being fancy. Met mijn twee olietjes. Oké, dus ik wikkel mijn haar, of ik sluit het af, hoe je het ook wil noemen, met een plastic zak en nog mijn muts. En toen heb ik het even zo gelaten. But guys, dit was dus wat de rijst met me deed. En ik moet zeggen, ik schrok er even van. Want ik dacht, als dit in mijn haar zit, guys. Als mijn haar er zo uit zou gaan zien, had ik wel een probleem. Dus ik dacht, laat me eerst even gewoon met water spoelen. Kijken of dit wel makkelijk weggaat. En ja, het ging wel goed. Guys, ik weet niet wat er precies fout is gegaan. Maar ik krijg dit niet meer van mijn hoofd. Dat doet echt pijn. Het zit gewoon vast, kijk. Zie je dat? Het zit vast. Dus ik wil jullie laten zien hoe mijn haar eruit zag als ik dit helemaal eraf ging halen. Maar nu moet ik dus met alles onder de douche. Dus ik kan het jullie niet laten zien. Maar hier, wat hieronder zit, is gewoon echt zacht. Alleen op de een of andere manier. Lijkt alsof ik mezelf aan het ontharen ben hier. En dat voelt niet fijn. Dus ja. Ik kom wel weer terug als ik dan mijn haar gewoon heb uitgespoeld en even een co-wash heb gedaan en zo. Dat is waarschijnlijk morgen. Maar dan merk je hier niks van, want het is gewoon dezelfde video. Maar oké, wish me luck. Oké, ik was misschien iets te dramatisch, want uiteindelijk heb ik gewoon die muts eraf gekregen. Ik merkte dus dat de achterkant van mijn haar niet vast zat, dus ik heb de voorkant gewoon een beetje nat gemaakt. En toen kon ik jullie dus dit even laten zien. Mijn haar voelde gewoon lekker aan en zo. Alleen doordat de voorkant en achterkant dus al droog waren, dacht ik wel van oeh, dit wordt een uitdaging. Dit wordt een uitdaging. Hey guys, dus ik was helemaal vergeten dat ik nog terug zou komen nadat ik die rijstmasker had gedaan. Of ik dacht eigenlijk dat ik al terug was gekomen. Maar we zijn nu denk ik 4 dagen verder. En ik wou mijn video gaan editen. En toen zag ik dus dat ik niks had om zeg maar de video af te sluiten. Dus dat jullie helemaal niet zouden weten hoe het gaat met mijn haar. Maar kijk. Op zich vond ik het rijstmasker dus wel gewoon lekker en zo. Maar je kan het al zien. Kijk. Ik heb gewoon nog rijst in mijn haar. Waarom is het niet gefocust?
Ik heb gewoon nog rijst in mijn haar. Zie je die witte dingetjes? Dus elke keer wanneer ik iets met mijn haar doe, dan vallen er een beetje. Ik kan niet echt zeggen korrels. Maar ja, er zit gewoon nog wel rijst in mijn haar. Mijn moeder had me al gewaarschuwd, maar ik zei: nee, man, kom maar goed. Nou, ik weet niet of het echt voor ons haartype is, zeg maar dit. Ik denk dat als je gewoon een wat gladder. Als je een wat gladdere textuur hebt, dat het ook makkelijker eruit te wassen is. Misschien doe ik het gewoon niet goed, dat kan natuurlijk ook nog. Maar of ik dit snel weer ga doen, doubt it. Maar mijn haar is wel gewoon, het is wel gewoon, hoe noem je dat? Lijkt wel glanzend en zo. Het ziet er wel gezond uit en ik denk wel dat het ook gewoon goed kan helpen om je haar zeg maar weer sterk te krijgen. Want mijn haar voelt verder gewoon prima aan. Alleen, de rice curls, you know. Laat me even weten of jij al eerder zo'n masker hebt gedaan met rijst. Hoe het je is bevallen. En of je nog tips hebt voor mij natuurlijk. Want ik wil niet iets in één keer. Ik wil niet iets afschrijven als ik het maar één keer heb gedaan. Weet je wel? Ik moet het minimaal 2 keer hebben gedaan voordat ik kan zeggen van oké, dit is het helemaal niet. Tenzij ik echt hele drastische dingen merk aan mijn haar. Maar ja, het voelt verder gewoon goed aan. Het is alleen, het enige nadeel vind ik nu, dat je dus gewoon, nou dat ik dus gewoon die rijstkorrels nog in mijn haar heb. Dus als je tips hebt voor me, dan hoor ik het graag. Of nou ja, dan lees ik het graag, want hoe ga ik het horen? Anyway, je kan hieronder een berichtje achterlaten. Je kan me vinden op Instagram, op Twitter, op, ik wou bijna zeggen Snapchat, maar ik heb helemaal geen Snapchat. Laat me even weten of je dit al eerder hebt gedaan, of je tips voor me hebt. En bedankt voor het kijken. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En mij zie je de volgende keer weer.